Maar Verwijks, hoe was de stemming in de kleedkamer? Ja, niet best. Ik denk dat je hier twee punten laat liggen. Dus de stemming is niet al te goed nu. Hoe komt het dat je jezelf zo moeilijk maakt? Jullie staan 1-0 voor, er ligt niet zo heel veel aan de hand. En dan begint die tweede helft en dan lijkt het ineens of er iets heel bijzonders is gebeurd in de rust. Ja, ik denk dat er niks aan de hand was. Ik denk na 1 minuut ligt hij bij ons in het mandje. Ik denk dat we daar nog, ik weet niet, misschien staan te slapen. Niet meer dogeloos genoeg verdedigen. Waardoor we gewoon daar goed gebruik van maken. En dat is gewoon heel slecht van ons. Wat is nou eindelijk, als je nou kijkt naar deze wedstrijd, wat er bij jullie beter zal moeten na deze wedstrijd? Kans afmaken. Ik denk de eindpas kan ook een heel stuk beter. Ik denk dat we elkaar scherp moeten houden, zodat we meer dogeloos verdedigen. Als die bal over de tribune moet, dan moet hij maar over de tribune. Dit was niks wat we deden. Uiteindelijk hadden jullie een aantal wedstrijden achter elkaar niet gescoord. Je scoort vandaag wel weer 3 keer. Dat is dan wel weer iets positiefs wat je meeneemt. Ja, precies. Je scoort 3 keer wel 2 penalties, maar je maakt ze toch. Dat is wel positief. Alleen ik denk dat was voor vandaag niet genoeg. En dat had ook niet zoveel goals moeten zijn eigenlijk. Ja, nu maak je de 3 en verlies nog steeds die wedstrijd. Dus dat is gewoon is niet goed. Ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Uiteindelijk, je krijgt 2 penalties, je zegt het al eventjes, jij neemt ze allebei, je scoort ze ook allebei, waaronder eentje dus ver in blessuretijd. Ja, de keeper die probeert je natuurlijk nog even uit je concentratie te halen, heeft dat nog enig effect ook? Nee, voordat die keeper al bezig is, heb ik mijn keuze al gemaakt, dus wat hij ook zegt, dat raakt me eigenlijk niet zo. Ik moet hem gewoon binnenschieten en gelukkig heb ik dat gedaan, alleen telt het jammer genoeg niet. Dus, je pakt wel een puntje, hè? Zo moet je het ook zien. Ja, een punt. Ja, zo kan je het ook zien, maar zo voelt het niet. Voelt zeker na die eerste helft waarin jullie eigenlijk gewoon beter waren, voelt dit eigenlijk als een nederlaag, ondanks dat het 3-3 wordt? Ja, zeker. Ik denk als we gewoon ons kopje erbij houden en de eerste paar minuten gewoon doorkomen, is er gewoon niks aan de hand. Maar je staat gewoon te slapen en dan krijg je gewoon deks op je neus. Dus het is gewoon heel jammer dit. Je zegt nu 2 keer we staan te slapen achterin en vlak naar rust, maar hoe komt dat dan dat zo gebeurt? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je echt aan die jongens waar het op dat moment om ging, zelf moeten vragen. Overigens geldt, als ik zeg verdedigen, bedoel dat we met z'n allen, hè, niet alleen de jongens achterin, dat we gewoon met z'n allen gewoon meedogenloos moeten zijn. Dan moeten we maar een keertje schreeuwen, schiet die bal maar over de tribune heen, of wat dan ook. Dus dat bedoel ik eigenlijk met meedogenloos verdedigen. Ja. Ik ga je succes wensen. Is goed, dankjewel.